vandaag hier met z'n allen om te demonstreren tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. Wij zijn solidair met onze broeders en zusters in Gaza. En wij zeggen, sta sterk, blijf verzetten, want dat is jullie recht. En wij staan hier allemaal achter jullie. We laten het niet meer gebeuren dat het nog een keer onze recht wordt ontnomen. En daarom staan we hier met z'n allen om te zeggen, Palestina vrij. Het is wel belangrijk dat we onze stem verheffen en niet ons zomaar laten passeren. Nederland moet weten, moet begrijpen dat hier tienduizenden mensen zijn minimaal die de straat opgaan voor Palestina en voor Gaza en voor wat er nu gebeurt. En dat betekent dat dit maar een begin is voor Israël met hun aanvallen, maar dat is ook het begin wat wij hier nu doen. Om te zeggen, wij kuren wat er gebeurt, wat in Palestina gebeurt af en wij staan niet stil. We doen alles wat we kunnen doen om onze broeders en zusters in Palestina bij te staan. Wat was Nederland? Nederland is medeplichtig. Ik wil dat iedereen dat zegt. Allemaal. Wat is Nederland? Medeplichtig! 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 Nederland! Medeplichtig! Nederland! Als je getuige bent van een misdrijf, als je getuige bent van misdaden en je zwijgt, dan word je medeplichtig aan die misdaden. De Nederlandse regering ziet wel de raketaanvallen van Hamas, maar ziet niet het geweld van de Israëlische zijde. En dat betekent dat de Nederlandse regering ofwel blind is, ofwel medeplichtig. De Nederlandse regering mag niet zwijgen. De Nederlandse bevolking zwijgt niet. U zwijgt niet. De wereldbevolking zwijgt niet. Nederland zegt dat mensenrechten het uitgangspunt is voor het Nederlands buitenlands beleid. Minister Verhagen heeft het aangedurfd om zich op televisie in het programma Buitenhof een vriend van Israël en een kameraad van de Palestijnen te noemen. Die woorden zijn hol. Die woorden zijn leeg. Dat zijn leugens. Vandaag zijn wij hier om die leugens door te prikken. De leugens van de Nederlandse regering, minister Verhagen voorop. En daarom roepen wij in koor, stop het zwijgen, staak het vuren, stop de oorlog. Het wordt en dat gewoon weer medicijnen en voedsel en alles. Het is al jaren dat het niet binnen mag. Dus ze zijn al jaren opgesloten en nu worden ze ook nog afgeslacht. En daar zijn we tegen en de regering moet ook standpunt innemen. En daarom zijn we hier. De feit dat mijn propaganda zorgt ervoor dat wij de slechte lijken. Dus wil je overleven, wees dan tactisch. Want dit leven is geen heiliger dan Israëlische vergeldingsacties. En fuck Bush Blair, krijg de tering met Chirac. Fuck de Amerikaanse poppenkastregering in Irak. Want ik weiger om te buigen voor een systeem dat gecreëerd is om mensen te bedriegen en te leren wat verkeerd is. En om daarop te kapitaliseren, discrimineren, de controle te blijven, de volken te demoniseren. Dames en heren, ik wil niet eens meer verder gaan met mijn tekst. Ik heb te veel om te zeggen. Te veel om te zeggen. Alles wat er gebeurt.